vandaag in het Rijnmond Nieuws. Dramatische eerste helft nekt Feyenoord in Amsterdam. Maar kan er een moment komen dat je zelf denkt van dit krijg ik niet meer aan de praat en dit vind ik niet meer leuk? Nou, dat soort momenten kunnen er altijd komen. Maar, nu nog niet? Daar moeten we goed over nadenken. Rotterdammer Ergun S. aangehouden voor moord op echtpaar in Groningse bioscoop. En na 5 jaar is Donner eindelijk verbouwd. Het is voor mij een begrip. Het is een Rotterdams begrip. Een grote eer dat je boeken hier liggen, vind ik. En ik ben vooral heel erg blij voor alle medewerkers dat de verbouwing erop zit. Vanavond en vannacht blijven er brede opklaringen en wat wolkenvelden met een enkele bui in de kustgebieden. De minimumtemperatuur ligt vannacht rond 6 graden. Maandag zijn er zonnige perioden en wolkenvelden met verspreid een paar kleine buien. De maximumtemperatuur ligt dan rond 12 graden. Goedendag, opnieuw is Feyenoord er niet in geslaagd deze zondagmiddag om uit bij Ajax een resultaat te halen, laat staan te winnen. Feyenoord kwam niet eens in de buurt daarbij. Het werd een 4-0 nederlaag, een hele pijnlijke dag in Amsterdam voor Feyenoord. Opnieuw halverwege de wedstrijd was die stand namelijk al behaald. Het plan was natuurlijk, want en je weet dat je tegen een ploeg speelt als Ajax, dat je vanuit je compactheid begint en dan een moment zoekt van druk zetten. En van daaruit hopelijk in je omschakelmoment ook kunt komen. Maar kan er een moment komen dat je zelf denkt van dit krijg ik niet meer aan de praat en dit vind ik niet meer leuk? Nou, dat soort momenten kunnen er altijd komen. Maar, nu nog niet? Daar moeten we goed over nadenken. Zou het wel begrijpen als er eventueel ingegrepen zou worden? Op basis van dat Feyenoord in het rechte rijtje staat, er geen enkele progressie te zien is. En we natuurlijk ook gewoon zien dat ja, bijvoorbeeld ook vandaag het totaal geen wedstrijd is. En dat ja, eigenlijk Feyenoord gewoon echt voor lul staat, gênant. Ja, nou, dat mag je zo noemen en bij RTV Rijnmond is het ook al vaak benoemd en jullie zijn heel goed op weg om de tendens nog meer naar beneden te halen en uiteindelijk weten we dat ook en hoe dat gaat. En want jullie en jouw collega hebben het van de week ook al gezegd, want jullie zijn allemaal zogenaamd heel positief naar Feyenoord toe. Als mag ik wel even reëel zijn, de meeste en ook daarbij en die jullie erbij halen, die zijn vaak negatief over Feyenoord. Wat heel jammer is, moet ik eerlijk zeggen. Ik begrijp ook dat in stand en in wedstrijden, in uitslagen naar een trainer nogmaals gekeken wordt. Dus ik begrijp ook hoe de gedachte is. Sparta verging het vandaag al minder goed in de Eredivisie. Thuiswedstrijd tegen FC Utrecht werd met 1-2 verloren. We gaan daar morgen in FC Rijnmond natuurlijk nog veel meer over praten als Sjoerd Mossou bij ons te gast is. Nu naar het andere nieuws uit het Rijnmondgebied. Horror in de Groningse bioscoop Pathé. Hoofdpersoon Ergun S. uit Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zaterdagochtend een echtpaar dat aan het schoonmaken was, heeft vermoord. Zondagochtend werd hij aangehouden in Groningen. Bij zijn aanhouding werd geschoten door de politie, waarbij S. ook gewond raakte. Ergun S. werd 33 jaar geleden geboren in Schiedam en woonde in Rotterdam-West. Over het motief van de moord is nog niks bekend. Rotterdamse boekenliefhebbers hadden het zaaltje al snel gevuld. Iedereen was blij dat het hoofdstuk van de 5 jaar durende verbouwing van boekhandel Donner eindelijk gesloten kon worden. Er was zelfs een gratis boek om het te vieren. En de belezen burgemeester nam het graag in ontvangst. Hij was vol lof over het lef van de initiatiefnemers de boekhandel te laten herleven na het omvallen van het moederbedrijf. Maar het is wel bijzonder om te zien dat de Rotterdammers rondom hun Donner zijn gaan staan en zeggen van nou, hij mag niet verdwijnen. Dat is heel bijzonder. Ook euforische woorden over Donner van de dichter. Een grote eer dat je boeken hier liggen, vind ik. En ik ben vooral heel erg blij voor alle medewerkers dat de verbouwing erop zit. Ook de oude cabaretier voelde erg mee met de verbouwers van de boekhandel. Maar dat hebben ze met hart en ziel gedaan. Dus dat is. En ze hebben er ook veel plezier aan beleefd. Maar ze zijn wel door een zware tijd gegaan. Een van de initiatiefnemers wist wel dat jarenlange verbouwing op zich geen klanten zou trekken. Ja, dat risico hebben we wel genomen. En je ziet op zich winkels, boekwinkels die echt een behoorlijk assortiment hebben. De wat grotere, uitgebreide boekhandels. Ja, die doen het gewoon goed, omdat ja, daar is altijd iets te vinden voor de klant. Een grote winkel, met heel veel boeken inderdaad. Maar deze is zoveel meer dan een boekhandel, wist de schrijver. Omdat zoveel mensen zich achter dat idee hebben geschaad, omdat iedereen dat voelde. Dat Donner is, zeg maar, ja, dat is ons culturele hart eigenlijk. De architect had nog wel een aanmerking op de aankleding. Maar ik vind wel bij het interieur wat je meer in een fabrieksmatig gebouw doet. In elk geval, de klanten zijn content met het Rotterdamse Boekenpaleis aan de Coolsingel. Maar je kunt er lekker snuffelen, het is gewoon heerlijk. Ja, ja. Maar er ook wel de gezelligheid die eruit komt. Ik ben er heel blij mee. Ja. Ik ben heel blij mee. We moeten ook allemaal hier blijven kopen, want ze moeten wel overeind blijven. Hè?
het Stedelijk Museum Schiedam is tot en met 9 februari de expositie Modest Fashion te zien. Nou, ik had geen idee wat het was, maar nu natuurlijk wel. Zaterdag konden belangstellenden uiteraard de tentoonstelling bezoeken, maar ook een lezing volgen, een talkshow en een modeshow. Allemaal gerelateerd aan de titel van de tentoonstelling, Modest Fashion. Het vraagt even wat uitleg. Modest, meestal is Arabische couture modest, bescheiden. Alleen merken we dat de laatste jaren daar heel veel verandering in komt. Ook meer gericht op de moderne fashion. Dat het toch wel meer de Europese kant om gaat. Een soort samensmelting van twee verschillende culturen. Modest fashion is bedekkende kleding. Nou, bedekt kan dus het idee opwekken van, nou ja, preuts, mogen we niks laten zien. Alleen deze generatie zegt, ik wil lekker zelf kiezen of ik op een dag mini of maxi draag. Of ik bedek of minder bedekt me presenteer. De trend modest fashion staat voor, ik kies lekker zelf. Doe lekker wat je wil, kleed hoe je wil. Het moet totaal bij jezelf liggen, waar jij je comfortabel bij voelt. Wij staan voor Urban Arabic Fashion Wear, deels modest. Hier heb je een voorbeeld van wat wij maken. Het is deels westers, deels Arabisch. Zoals je ziet is de riem heel Arabisch en de jurk heel modern. 3 modeshows waren er te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Onder andere die van ontwerper Jos Stek. Met de modeshow ook willen laten zien dat er ontzettend veel modest fashion wordt gemaakt in Rotterdam en Schiedam en de omgeving. We hebben verschillende modeshows van fantastische Rotterdamse en regionale labels. En dat brengt ook weer een heel nieuw publiek op de been. In de grote multipurpose load van Broekman Logistics in de Rotterdamse haven is een opvallende boot onthuld dat een wereldwijd probleem moet gaan oplossen. Bojan Slat, bedenker van de Ocean Cleanup, maakte een nieuw wapen bekend dat het oppervlaktewater plasticvrij moet gaan maken. De Interceptor kan 50 tot 100.000 kilo plastic per dag opzuigen en moet worden ingezet in 1000 vervuilde rivieren. De belangrijkste reden dat dit gaat werken is dat we een oplossing hebben ontworpen die schaalbaar is. Dus het is niet specifiek ontworpen voor 1 specifieke rivier. Maar we denken dat dit kan werken voor eigenlijk alle 1000 meest vervuilde rivieren in de wereld. Nou, dat vind ik sowieso heel mooi. Dat is ook een beetje Rotterdamse trots, hè, dat zo'n kleine start-up die nu eigenlijk een multinational is geworden, die wereldwijd werkt aan het oplossen van het plastic probleem, dat zij Rotterdam eigenlijk nog steeds als thuisbasis zien. Was het moeilijk om dit geheim te houden? Want er is 4 jaar aan gewerkt. Ja, dat was redelijk moeilijk. Hoe vaak is het uitgelekt? 4 keer, 5 keer? Zoiets, ja. Dus het was niet heel makkelijk, want die dingen, het is niet iets wat je in je zak kan stoppen. Zoals ik het nu hoor, klinkt het heel erg effectief. Ja, het zat goed in elkaar, mooi ontwerp wat gepresenteerd is. Ja, het begint ermee dat mensen natuurlijk niet in de rivier moeten gooien. Maar ja, als dat dan niet lukt, zeg maar, dan lijkt dit wel de manier om dat probleem op te lossen. Superleuk, ontroerend, mooie dansen, mooie muziek. Maar ook spannend, tuurlijk. En met Fabian Jansen en Oscar Aarts. En Wendy Hoogendijk. En 30 super getalenteerde jongeren. Familie Musical Beer komt eraan en in Vlaardingen wordt druk gerepeteerd voor de première in het Oude Luxor. Beer gaat over een beer. Die moet vluchten vanuit de bossen en hij komt in de stad terecht. En in de stad wonen natuurlijk allerlei mensen met allerlei meningen en die vormen allemaal groepjes. En die hebben allemaal mening over de komst van zo'n vreemde beer in de stad. En die gaan er allemaal op een hele andere manier mee om. Qua musical was mijn grootste moment natuurlijk wel dat ik Hazes mocht spelen. 200 keer, misschien iets meer gedaan en dat was een bijzonder ding, ja. Maar ik moet zeggen dat dit, het is natuurlijk een heel andere musical, het is een modern sprookje, maar hier zit ook een duet in wat zo mooi is om te zingen. Dat doet niets af aan het duet tussen Rachel en Hazes, wat we daar zongen. Dus het is top om te doen. Wie wint het MK Veiligste Chauffeur? Het zijn 1000 chauffeurs die zich hebben aangemeld. Van de 1000 chauffeurs gingen er ongeveer 120 door naar de halve finale. En van de 120 chauffeurs zijn er 10 doorgegaan naar de finale gisteren in Assen.
En van de 10 chauffeurs gingen er nog 3 door naar de laatste finale. En daar was ik dus één van. En uiteindelijk de beste. Martin Kolf. Op grond waarvan? We zijn begonnen de opdrachten met een BBS training. Een behavior based safety. Een rit door Assen heen. En mijn instructeur die zei op een gegeven moment, we gaan hier naar links. Nou, prima. En daarna krijg je te horen van, nou, we zijn nu verkeerd gereden. En dan is het de taak aan mij om zo veilig mogelijk weer terug te keren. En ze hadden precies achter het bochtje, hadden ze een gebouw staan waar er heel veel ruimte achter was. En ik, heb ik gehoord, ben de enige die van die ruimte gebruik heeft gemaakt. De rest heeft verder op het terrein moeten keren of op een andere manier. Maar ik heb eigenlijk precies gedaan wat ze wilden zien. En wat geeft dat aan? Het inzicht, het ruimtelijk inzicht wat je dan ook nodig hebt voor de veiligheid. Je bent winnaar. Hoe gaat deze week eruit zien? Hectisch. Ik heb de winnaar van vorig jaar nog gesproken en die zei, Martin, dit weekend zal het nog wel meevallen, maar maandag, ja, dan zal de bom wel barsten. Dan krijg je het echt voor je kiezen. Wordt het trakteren? Ik vrees het. Ik vrees het met grote vrezen. Ja. Tot zover het Rijnmond Nieuws. Blijf vooral kijken. Straks het programma Oud Goud. Ik wens je, ondanks de uitslagen van de voetbalclubs dit weekend, nog een prettig weekend. Wil je meer nieuws? Ga naar Rijnmond.nl of check de Rijnmond app.